Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Op de satellietfoto is weinig bewolking te zien, maar er liggen wel lage wolkenvelden en nevelvlaarden over ons land, en daar hebben we vanochtend nog last van. Dat betekent dat het grijs is, op sommige plaatsen is het zicht ook echt verkeersbelemmerend, maar dat zal in de loop van de ochtend wel gaan verdwijnen. En vanmiddag breekt van het zuidoosten uit de zon steeds vaker door. Het wordt een fraaie lentemiddag met temperaturen die uiteindelijk naar zo'n 13 graden in de kop van Noord-Holland stijgen en tot plaatselijk 19 in delen van Brabant en Limburg. De wind is zwak tot matig en waait uit een zuidelijke richting. Vanavond verandert er weinig. We houden opklaringen. De temperatuur daalt uiteraard wel. En in de nacht zou hier en daar wel weer wat nevel of mist kunnen ontstaan. Waarna we morgen duidelijk een dag hebben met iets meer bewolking. Misschien dat er in de loop van de dag zelfs wat lichte regen valt in het oosten en zuidoosten van het land. Verder blijft het op de meeste plaatsen droog. Af en toe schijnt wel de zon en de temperatuur pakt lager uit. 9 tot 14 graden wordt het voor de zondag staan temperaturen van 8 tot 12 graden op het programma. En maandag en dinsdag kan het kwik waarschijnlijk net niet eens aan de 10 graden komen. Dat komt door een naar noordwest draaiende wind die koudere lucht aanvoert met vooral maandag ook kans op wat neerslag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.